Beste jongens en meisjes, ouders, verzorgers en leerkrachten, docenten en studenten, dames en heren. De vakantie is voorbij. Het nieuwe schooljaar wacht op ons. Wat heb je te bieden, nieuw schooljaar? Vorig jaar zat je vol verrassingen. Zoveel regen, zoveel overstromingen, zoveel straten en huizen en scholen onder water. En daarbovenop werd alles duurder. Gelukkig konden we op sommige scholen voeding geven en is vervoer naar school gratis. Vooral voor de kinderen die de hoge bustarieven niet kunnen betalen. Dat is mooi meegenomen. Maar er is nog zoveel te doen. Zoveel dat we het bijna niet kunnen bijhouden. Je staat er misschien niet bij stil, maar we hebben scholen laten repareren, toiletten laten repareren, scholen laten bouwen, lokalen bijgebouwd, machines voor jullie praktijklokalen gekocht, durotanks voor schoon drinkwater gekocht, generatoren voor elektriciteit in het binnenland gekocht en nog veel meer. En toch is het echt niet genoeg. Als jullie op school komen, zul je zien dat er op sommige scholen nog gewerkt wordt, omdat er noodlokalen worden bijgebouwd en huizen van leerkrachten worden gerepareerd. En ook dat is nog niet voldoende. Dat komt omdat we achterstanden aan het inhalen zijn. Jarenlang is alles verwaarloosd geweest en zijn er geen scholen bijgebouwd. En nu het zesde klasexamen niet meer hoeft en kinderen niet meer blijven zitten, zijn er ook geen drop-outs meer. Kinderen vallen niet meer uit het systeem. Dus iedereen is nog steeds op school. En daarbovenop worden er duizenden kinderen geboren, wel 10.000 per jaar. En er zijn veel kinderen naar de stad gekomen. Iedereen is van harte welkom. Maar we moeten nu nog sneller lokalen en scholen gaan bijbouwen. Wat is het mooiste van dit jaar? Het mooiste vind ik dat de kinderen van Amatopo heel ver in Sipaluwini eindelijk naar school kunnen. Geloof het of niet, maar die kinderen uit dit inheemse dorp zijn nog nooit naar school gegaan. Gewoon nog nooit. En sommige kinderen daar zijn al bijna 15 jaar. Dat mag toch niet? Wel, de Stichting De Groene Groei en mijn ministerie, maar vooral de kapitein en de bewoners van Amatopo, hebben samen een nieuwe school daar gebouwd. Het ministerie zorgt het hele jaar voor onderwijzers, boeken, ander lesmateriaal en huisjes voor de leerkrachten, met name containerwoningen. Alles gaat met het vliegtuig. Heel duur allemaal. Maar dat vond ik het mooiste aan het begin van dit schooljaar. Elk kind telt en heeft recht op goed onderwijs. Daarom moeten jullie op school blijven. Ook al gaat het soms niet zo goed. Blijf op school. Jouw schoolkameraad in Amatopo is al 14 jaar en gaat nu pas voor het eerst naar school. Naar de eerste klas van de lagere school. Ja, dat mag van mij. Hij is 14 en hij is heel knap. Hij vist, helpt jagen en helpt planten. Hij mag in onze school. Zij mogen in onze school. Alle jongens en meisjes van Amatopo. En zij zullen heel snel leren, want zij weten al heel veel. Nog mooier vind ik dat de kinderen die door hun ouders ver van huis naar Kuala Masumutu waren gestuurd om naar school te gaan, die zijn nu weer thuis bij hun ouders. De school is er voor iedereen die wilt leren. Doe heel hard je best, op welke school je ook zit. Blijf niet thuis. De school ziet er tegenwoordig een beetje anders uit. De lagere school loopt makkelijk over in het voortgezet onderwijs. Namelijk van de kleuterklas, dat is leerjaar 1, tot aan leerjaar 10, en dat is de vroegere tweede MULO of tweede LBO. Niemand blijft meer zitten tot leerjaar 10. Want iedereen moet minstens 10 jaar lang
naar school zijn geweest en iets goeds hebben geleerd. Maar als je steeds met slechte rapporten overgaat naar de volgende klas, zal je echt wel problemen krijgen. Want in leerjaar 10 komt het examen. En daar gaat het examen bepalen welke richting je verder op gaat. In leerjaar 10 ben je al een beetje ouder en kun je helpen een keuze te maken voor je eigen toekomst. Dus laat niemand tegen je zeggen dat je gratis over kan gaan. Dat bestaat gewoon niet. Alles telt. Huiswerk maken telt. Meedoen in de klas telt. Altijd op school zijn telt mee. Je project af hebben telt mee. En alle repetities tellen mee. Grap dus niet. En tenslotte, het examen in leerjaar 10 bepaalt in welke richting je verder gaat. Dus luister alsjeblieft niet naar mensen die zeggen dat je niets hoeft te doen omdat je gratis overgaat. Want dat is niet waar. Probeer zo hoog mogelijk te scoren door met alles en dan ook alles in de klas goed mee te doen en altijd je huiswerk te maken. Dan scoor je goed in leerjaar 10 en mag je naar de academische leerroute die je naar het HAVO of VWO brengt of naar de prachtige vele beroepsrichtingen. Als je het heel slecht hebt gedaan, heb je bijna geen keuze meer in leerjaar 10. Bijna geen keuze om verder te studeren. Maar ook dan zullen we je helpen om iets goeds van je leven te maken. Is het duidelijk? Natuurlijk nog niet helemaal. Het ministerie werkt samen met jouw leerkracht en schoolleider om het systeem steeds beter en duidelijker te maken. Voor nu spreken we af dat jouw taak op school is hard werken, geen grapjes maken. Ik beloof dat mijn ministerie dit jaar vaker met het hele onderwijsveld zal blijven samenwerken. Ik beloof ook dat wij nieuwe boeken zullen brengen op school. Mooie nieuwe boeken waardoor leren leuker en begrijpelijker wordt. Aan het eind van oktober beginnen wij met een groot nieuw project voor het secundair onderwijs en heel in het bijzonder het beroepsonderwijs. Het is een heel duur project, maar jullie hebben recht op topkwaliteit onderwijs. Samen met jullie, studenten en leerkrachten, wordt ook voor het secundair onderwijs nieuw curriculum ontwikkeld en worden nieuwe boeken ontworpen, samen met de leerkrachten. En wie we zeker niet zijn vergeten, dat zijn onze kinderen met special needs, speciaal onderwijs. Speciaal onderwijs krijgt extra aandacht, evenals onderwijs voor de kleintjes van 3 tot 8 jaar. Er is hiervoor heel veel geld vrijgemaakt. Lieve mensen, werk met mij en mijn staf samen om al dit mooie werk stap voor stap langzaam en degelijk voort te zetten. Wij kennen geen weg terug. En dan nog tenslotte dit. Het is heel erg heet in de maand oktober. De scholen zullen tot 12 uur open zijn. 'S middags om 5 uur is het minder heet. Maak dan je huiswerk en raak niet achter. Ik groet jullie, mede namens mijn staf, en ik dank jullie allen hartelijk voor jullie enorme bijdrage en geduld in het afgelopen jaar. Heel veel succes wens ik jullie toe dit jaar.